Ja, in binnen- en buitenland hebben we inmiddels ook die offertes uitgezet om te kijken of we misschien hier zelf een stadion kunnen bouwen op een plek, op een stuk gras, op een stuk weiland bij een amateurclub. Zodat we daar 10.000, 12.000 mensen kunnen hosten. In het beton van het Goffertstadion zitten honderden scheuren en daardoor voorlopig geen supporters. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in een persconferentie door NEC, de gemeente Nijmegen en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV. Algemeen directeur van NEC Wilco van Schaik baalde van de boodschap die hij moest brengen. Het is teleurstellend natuurlijk, omdat alles er bij ons op gericht is om zo snel mogelijk hier een vol stadion te spelen. Een vol veilig stadion. En dat was niet de uitkomst die we vanmorgen hebben moeten mededelen en die ik van de week al heb gekregen. Begin van deze week hebben we dan vernomen dat het niet goed is en dat we de onderste panelen in ieder geval niet kunnen gebruiken. Dus ja, dat is wel deze week langzaam ingedaald. Het gaat nu nog niet om definitieve uitkomsten en daardoor blijft de toekomst wat betreft supporters in het Goffertstadion onzeker. En daardoor worden ook heel onorthodoxe opties overwogen. Ik moet natuurlijk met alles rekening houden, want tot de winterstop heb ik al eerder gezegd, denken we zonder publiek. Nou, dan moeten we naar een alternatief gaan kijken. Maar ja, stel dat uit het vervolgonderzoek wat we nu eind februari zullen gaan krijgen, of dat ik misschien wat eerder hoor, dat het niet goed zit in het stadion. Ja, dan kan ik eigenlijk de tweede helft van het seizoen ook wel op mijn buik schrijven. Dus stel dat we de tweede helft van het seizoen ook niet hier kunnen spelen, kunnen we zelf misschien een stadion bouwen. We hebben dat in Duitsland gezien. We hebben dat 20, 30 jaar geleden zien bij FC Utrecht met het Veemarktterrein. Dat zijn bizarre dingen waar je aan moet denken en offertes die je uit moet zetten. Maar ja, in binnen- en buitenland hebben we inmiddels ook die offertes uitgezet om te kijken of we misschien hier zelf een stadion kunnen bouwen op een plek, op een stuk gras, op een stuk weiland bij een amateurclub. Zodat we daar 10.000, 12.000 mensen kunnen hosten. Na de financiële druk die corona met zich meebracht, was de club net op adem aan het komen. En nu dus weer een nieuwe tegenvaller. We zullen moeten kijken wat uiteindelijk de schade gaat zijn als we straks het net omhoog halen. Maar dat dit de klap voor de club is, dat is wel duidelijk. En ja, ik denk echt weer dat we er samen doorheen moeten. Ik zal straks weer moeten bedelen of op mijn knieën moeten. Maar dit is wel een hele lastige tijd voor de club. Maar ik heb het gevoel dat iedereen de noodzaak beseft. We doen het niet zelf. En dat we daardoor straks er samen wel doorheen komen. Goedkoop kopen, een nieuw stadion, verbouwen en Boekhorn. Er gaat van alles door de wandelgangen. Maar voor de algemeen directeur komen dergelijke onderhandelingen te vroeg. Voor nu heeft dat nog niet zoveel zin. Wij focussen ons echt op het herstellen. We focussen ons zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen wat er aan de hand is. En dat wij gewoon veilig mensen kunnen ontvangen. En hoe deze constructie en dit verhaal afloopt, dat gaan we in februari zien. En dan zullen we ook het net ophalen met betrekking tot het nieuwe stadion. Van Schaik hoopt in ieder geval dat de supporters hun club zaterdag weer zullen steunen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is vorige week zo'n openbaring geweest. En niet alleen voor ons. Ik vind echt dat onze supporters zich geweldig gedragen hebben. Het was een ontzettend leuke sfeer. Ik ben er zelf ook geweest. Maar onze spelers en onze staf hebben het ook gevoeld. En we hebben toch als NEC weer wat unieks neergezet. Wat niet veel clubs ons nadoen in Nederland. Daar ben ik wel ontzettend trots op. En ik hoop morgen dat nog meer mensen de weg naar de Goffert weten te vinden. Want we hebben het nu echt keihard nodig.